Welkom bij weer een nieuwe video. Zouden ze het gezien hebben dat ik hier de laatste keer stond in een video en dat die deur open stond en dat al het glas eruit lag en dat ik later in die kelder ben geweest van dit gebouw? Want het is weer helemaal netjes dichtgetimmerd. Hij is wel daar weer kapot, maar goed, hier is hij dichtgetimmerd. Zouden ze mijn video gezien hebben of zouden we gewoon een voorbijganger dat gemeld hebben? Kijk, er loopt hier natuurlijk ook een fietspad, dus dat is ook heel waarschijnlijk natuurlijk. Maar goed, hij is dus weer dicht. Nou, dan zou ik daar dus niet meer binnen kunnen komen. Maar ja, ik weet ook niet of ze dat deurtje aan de zijkant ook dicht gedaan hebben. Ga ik nou ook niet bekijken. En dit is wat er komt. Dit is niet het aanzicht van deze kant, dit is het aanzicht vanaf de andere kant. Waar ik natuurlijk stond aan de voorkant van het gebouw, dus als je er dan niet doorheen kijkt, dan is dat de andere kant dus. Komt er toch wel heel anders uit te zien. Een appartementengebouw. En het wordt dus wel gedaan op de basis van dit gebouw. Nou, pittige verbouwing. Want hier zitten wel erg weinig ramen in voor een appartement. Maar goed, ik ga nu in ieder geval weer even verder. Ik heb er nu niks te zoeken. Bovendien, ik heb hem al gezien. Maar ik zag dit zo. Het zit weer dicht. Ik denk, zou ik kunnen komen dat ze mijn video gezien hebben. Daar kan ik naar blijven gissen. Ik ga weer even verder. Misschien nog even op een andere locatie kijken. Zal het al begonnen zijn met de sloop van koekenbier? Want ja, daar ben ik natuurlijk ook geweest. Zou het al begonnen zijn? Daar vroeg ook al iemand. Ga je er ook een video maken als ze er gaan slopen? Ja. Als ik toevallig in de buurt ben en het toevallig zie wel, maar ik weet niet of we al begonnen zijn. Ik denk het niet, maar de kinderen even langs rijden. In ieder geval hebben ze het hier weer dichtgemaakt. Nee, nog geen veranderingen bij het voormalige koekenbier. Tenminste, weinig tot niet. Er is daar wel een bovenraamstuk. Ik zou eigenlijk niet weten of dat nou al zo was. Tja, de vorige keer liep ik natuurlijk vlak langs. Zou er aan de achterkant nog wat gebeurd zijn? Staat hier wel een auto geparkeerd? Even aan de achterkant kijken dan maar. Wel ja, waarom niet? En dit is de achterkant. Nog helemaal hetzelfde. En dat daar, dat was de politie die weggaat. Die kwam even controleren wat ik hier ging doen. Kan gebeuren, hè. Maar het is hier nog helemaal hetzelfde. Nou ja. Weinig nieuws. De sloop is nog niet begonnen. Nou ja, dan gaan we maar weer verder, hè. Verder weinig te melden. De agenten die gingen even kijken wat ik hier eigenlijk ging doen. Ze hebben mij waarschijnlijk vanaf de straatweg naar deze kant zien rijden. Ja, niks. Nee, ik ging er niet naar binnen, dus niks aan de hand. Ik ken trouwens ook niet, want er zit camerabewaking binnen. Dus ja, houdt sowieso helemaal op natuurlijk. Ja, en het is altijd zo met de urbex. Er moet een mogelijkheid zijn. Als de mogelijkheid er niet is, houdt het op. En dat houdt het nu dus, want ja... Die stickers, die laat dan duidelijkheid niet te wensen over. En ik ben weer thuis. Ik had hem nog helemaal niet afgesloten, joh. Nou ja, goed, dat kennen hier ook. Ja, er stond in één keer de politie naast me achter koekenbier. Nou ja, toen heb ik even goed het videootje nog even afgemaakt daar. En toen ben ik weer richting huis gegaan. En daar ben ik nu zo ongeveer. En ik heb de verkeerde sleutel. Ja, dat heb je met die sleutels die helemaal op kan maken. Dan krijg je dat. Maar goed, dit is als het goed is wel de goeie. Moet hier wel goed om in natuurlijk. Kijk. En dat was hem wel. En het ligt gewoon. Zie die verlaten gebouwen wel anders. Zou ook makkelijk zijn als dat licht dan ging. Ja, moet je ook licht mee te nemen. Zo. En dan ga ik weer naar boven. Ga ik weer even thuis voor wat drinken. Nou joh, ik tref het toch even vandaag. Ligt het meestal boven en nou zie je beneden. Dat is wat we hebben. Nou, even een kort ritje. Even een avondritje op de langste dag. Maar goed, het wordt nu toch donker. Hey, ik ga het vanaf deze kant afsluiten. En ik wil zeggen, tot de volgende.